Mijn naam is Ronnie Overhoor en van harte welkom op CVD-TV, mijn YouTube-kanaal. En als je luistert, we zijn ook als podcast beschikbaar, dus dan ook van harte welkom. Op CVD-TV praat ik met ondernemers en op het kanaal vind je inmiddels meer dan 1000 gesprekken met ondernemers. En elke week komen er 2 nieuwe gesprekken bij, minimaal. Dus vind je ondernemen interessant, ben je ondernemer of wil je misschien wel ondernemer worden, abonneer je dan hieronder op het CVD-kanaal. En als je zitten luisteren naar de podcast, volg ons dan via je favoriete podcast app. Deze video is er een uit de serie Gouden Duo's. En die serie die maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk. En in die videoserie praat ik met ondernemersduo's over hoe ze elkaar hebben leren kennen, hoe de samenwerking is ontstaan en wat hun gouden formule is, hun geheim voor succes. Met in deze video een duo waarvan er maar eentje fysiek in de studio aanwezig kon zijn, maar zij telt minimaal voor 2. En haar naam is Charlie van der Straten van Charlie Cares. Hallo Charlie. Hoi, van Charlie Cares. Ja, want dit zegt al heel veel over het duo-schap wat jij hebt met Xander, jouw zakenpartner. Want hij laat het afweten. Ja, helaas. Ja. Hij kon gewoon niet komen. Dus nee. Dat was heel jammer. Hartstikke ziek in de Lappenmand. Ja. Nou, dus ziek is ziek. Maar dat betekent dat jij alle vrijheid van spreken hebt. Dus je kan zeggen over Xander. Ja, dat is het voordeel. Hè? Ja. Ja. Vertel even kort de pitch. Beginnen we daarmee. Nou, heel lang verhaal kort. Wij zijn nee, 6 jaar. Altijd, hoeft niet eens kort. Nee. 6 jaar geleden begonnen. Ja? En wij zijn een oppasplatform waar ouders een persoonlijk gescreende oppas-angel kunnen vinden. Een persoonlijk gescreende? Persoonlijk gescreende. Wat doen jullie? Ja, doen wij. Ja, met veel aandacht en kwaliteit. Ja. Oppas-angel wordt ook naar iedere oppasdienst beoordeeld en we houden dat allemaal in de gaten. En toen we startten waren we erg uniek, omdat we bijvoorbeeld die last-minute oppasdiensten introduceerden via de app. Dus dan kun je echt 3 uur van tevoren een oppas boeken. Nou, dat was natuurlijk 6 jaar geleden was dat uniek. Ja. En inmiddels is dat naast 3 uur van tevoren last-minute voor de avondjes uit, is dat ook meer structureel geworden. Dus zijn we echt oppas-angels aan huis, die bijvoorbeeld echt een gedeelte van het huishouden overnemen. Vaste oppas aan huis voor bijvoorbeeld naschoolse oppasdiensten. Halve au pair-achtige diensten bijna. Ja, het wordt au pair. Nanny komt er inderdaad vaak in voor. Ja. Dus dat zijn ook angels die kids naar de sportclubjes brengen. Zorgen dat er gezonde maaltijd op tafel staat. En tijdens de corona-lockdown bijvoorbeeld ook thuisscholing gaven. Dus die oppasdiensten zijn enorm uitgebreid. Hey, en hoeveel van die angels vliegen er door het land? Een paar duizend. Oh, ja. Echt? Ja. Nee, en zijn ze in tientallen duizenden, ja. Tientallen duizenden zijn aan jullie platform verbonden. Ja. Zijn er zoveel oppas-angels in Nederland? Ja, zeker. Het is een heel populaire bijbaan. En wij zijn van origine, hebben we ons gefocust echt op die oppasstudent. Ja. Hè, zeg van 18 tot 24. Maar die doelgroep heeft zich uitgebreid naar ofwel ook scholieren, maar ook 25-plus doelgroep. En met name die oudere doelgroep zie je dat nu... Of 50-plus doelgroep? 25-plus. Nee, maar of 50-plus Maar ook doelgroep. Zeker 50. Ja, de oudste oppas-angel is volgens mij, moet ik niet liegen, 67 jaar oud. Ja, ja, ja. Maar dat zou best wel eens... Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ouders dat best wel prettig kunnen vinden. Wordt dat meer een oppas-oma, hè? Ja. Van vroeger wat je had. Ja. Hey, en nemen jullie, want dat is natuurlijk een discussie in de platform, als het gaat om platformbedrijven, hè? Zijn het werknemers, hoe hebben jullie dat ingeregeld? Nou, dat kan ik niet, denk ik, zo kort en krachtig hier vertellen, want het is inderdaad een lastige discussie. Juridisch lastig bedoel je? Juridisch lastig, ook omdat er heel veel beweging momenteel in is. Uh-huh. In principe werken de oppas-angels onder de dienstverlening aan huis. Dus ze zijn niet in dienst. Het zijn niet onze werknemers. En de ouders spreekt met de oppas-angel een overeenkomst af via het oppasplatform. Van particulier tot particulier. Wat was het effect van corona op het bedrijf? Nou, dat was erg interessant voor ons. Ja. Echt een achtbaan. Want je moet je voorstellen dat we hebben natuurlijk heel veel avondjes uit en heel veel last minute flexibele oppasdiensten. Nou, die gingen letterlijk met 90% naar beneden. Nou, dan ben je als bedrijf in een opbouwende fase, in een groeifase. Hè. We gingen net een enorme investeringsronde ophalen om ook buitenland te doen en overal te groeien. Ja, dat kun je in de koelkast zetten. Dus dan zie je je bedrijf zo in elkaar storten voor heel eventjes. En dan ga je natuurlijk om de tafel en denken, oké, wat gaan we nu doen? En op hetzelfde moment toen Rutte eigenlijk tijdens de persconferentie aankondigde, we gaan in lockdown, hadden wij binnen 5 minuten, had ik alle grote jongens Microsoft Out op mijn voicemail staan. Zakelijke klant. Zakelijk, wij moeten jullie oppas hebben, want wij moeten doordraaien. Dus dat ging keihard. En onze werknemers hebben thuis hulp nodig, want die moeten kunnen werken en de kids moeten vermaakt worden. Ja. Dus daar hebben we heel veel business kunnen doen. Net zoveel als wat je verloor aan de andere kant? Of?
onderaan de streep, inderdaad. Ja. Ja. Want Xander, die er niet is, hè? Nee, precies. Hoe is het ooit begonnen? Dat is een heel leuk verhaal, want vind ik tenminste altijd nog wel. Want Xander en ik zijn, wij waren wel een relatie, privé. En ik was, werkte toen op de Zuidas als headhunter. En ik had mijn oppasbureautje tijdens mijn studententijd opgezet, Pas Op. En daar had ik toen afstand van genomen in die zin van oké, ik ga er tussenuit. Pas Op, wat een leuke naam. Ja, Pas Op, vonden wij ook wel grappig in het studentenhuis toen. Ik ga er tussenuit, want ik ga werken. En ik was toen 23. En maar terwijl ik op die Zuidas werkte, zag ik alleen maar meer die oppasbehoeften. Want dan had je natuurlijk heel veel expats, nog meer druk op die gezinnen, hardwerkende mensen. Dus ik zag dat eigenlijk alleen maar meer opkomen. Xander, die wilde, zat in de projectontwikkeling heel anders, maar die wilde heel graag ondernemen. Op de Zuidas? Nee, die zat in Rotterdam. Die wilde heel graag ondernemen, maar die had eigenlijk niet echt een idee. Maar wel heel veel ondernemersdrift, noem maar op. En die zei tegen mij, je moet wat doen met dat, met die Pas Op. Dat is gewoon, daar zijn zoveel kansen. Yeah. Toen hebben we ons spaarcentjes bij elkaar gelegd. Oh, serieus? En best wel wat spaarcentjes. Hoeveel? Nou, wij hebben wel een flinke investering samen gedaan. Ik denk toch wel, daar zit wel 40.000 euro in. Plus, die hadden jullie liggen? Nee, dat hebben we zo opgespaard. En ook wel je salaris niet uitbetalen. Hè. We hebben gewoon onszelf 9 maanden lang niks uitbetaald. Okay. Dus dan is je spaarrekening op. En binnen denk een paar maanden hadden we ons eerste startkapitaal. Dat was toen volgens mij 1,5 ton. Extern opgehaald? Ja, al heel snel. En toen moesten we ook bij Informals. Dus een groepje van privé-investeerders. En dat zijn we toen uitgebouwd. En toen zijn we gestart. En gestart, wat wil dat zeggen? BV, kantoortje, whatever? Ja, we hebben al gezegd, natuurlijk niet thuis aan de keukentafel, want dat gaat mis. Nou, dat ging sowieso mis. Ja. Dus kantoortje, inderdaad, in Amsterdam met z'n tweeën. En, aan de Zuidas meteen? Of? Nee, zeker niet. Nee, want Xander, want daar mag ik nu natuurlijk over praten, die is heel ontzettend op de centjes. Ja. Dus we hebben een flexplekje. Hebben jullie de taakverdeling geformaliseerd? Want je had in het begin natuurlijk waar je met z'n tweeën. Hadden we misschien wat beter kunnen doen, maar die was vrij natuurlijk, liep die. Ja, dus hij deed een stuk techniek en finance. Xander deed techniek, finance, juridisch. En ook wel, zat ook wel zelf met de techniek, hè, nieuwe features die erin kwamen, met natuurlijk een development team. Want ging je mensen aannemen ook? Inderdaad, mensen zijn we gaan aannemen. En op een gegeven moment zaten we in dat eerste kantoortje met 8 man. En roelden wij die hele freelance verdieping. Dus ze werden helemaal gek van ons. Het was natuurlijk een hele leuke combinatie van allerlei freelancers. Die het heel leuk vonden om dat bedrijf zo te zien groeien. Maar wij werden natuurlijk op een gegeven moment veel te druk. Ja. Want en customer care vond daar plaats. En er zat een developer en het was de hele dag. Dus toen zijn we weer verhuisd van kantoor naar het Rokin Amsterdam. En inmiddels zitten we bij Spaces op de Vijzelstraat. Heb je wel een eigen plek hier binnen Spaces? Ja, zeker. Ja. Hey, en wanneer ging de relatie, zeg maar, Ja, nou ja, dat liep niet meer natuurlijk. Dus, door het bedrijf? Of was dat anders ook gebeurd? Ik denk dat dat anders ook wel gebeurd was. Maar het bedrijf was natuurlijk wel een versnellende factor. Laten we het daarop houden. Dus ja, dan kom je in Hoe kan dat dan? Komen dan karaktertrekken extreem naar buiten? Ja, hele vervelende karaktertrekken van mij komen naar boven. Zoals? Ik ben wel. Ik draal me heel erg mijn zin door. En ik ben ook wel op sommige punten lastig om mee samen te werken. Ik ben wat chaotisch en kan opeens zo linksaf rennen. En mijn enthousiasme. En Xander is wat gestructureerder. Xander is wat gestructureerder. Nou, Xander heeft ook wel echt chaotische trekjes. Je gaat zelfs naar hem wijzen. Hij is een beetje bij. Ik doe gewoon net alsof hij hier zit. Xander heeft ook wel wat chaotische trekjes. Maar dat is een hele andere type denker. En wij zijn daarin echt zwart en wit. Dus dat kan gewoon, dat kan gewoon heel erg botsen. Was niet de ik weet ook niet. Ik hoef denk ik niet helemaal uit te wijden waarom het misging. Maar goed, die privérelatie die hield op. Dat was ook verder niet een enorme scène of zo. Maar dan moet je wel het bedrijf. Toch wel 3 jaar. Ja. Dus we woonden samen of niet? Ja, we woonden samen. Ja, dat is echt gewoon serieus. Ja. En we hebben dat ook pas 3 maanden, 4 maanden nadat het de wind een beetje, de storm een beetje was gedaald, hebben we dat aan het team verteld. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hadden die niet in de gaten dat het al een tijdje. Nee, dat hielden wij echt strikt. Dus het was gewoon smile op tuurlijk, en werken. Ja. Show must go on, hè? Dat vind ik wel knap hoor. Ja, moet wel, ja. Wat is de impact dan? Want ik kan me voorstellen, we kunnen over lachen en nu is het achter de rug iets of lachen. Ik bedoel, het is natuurlijk een prachtig verhaal. Ja, tuurlijk. Maar dat is niet prettig, toch? Nee, dat is heel pijnlijk, want iedereen heeft natuurlijk verdriet. Maar dat hoorde er helaas op dat moment bij. En ik denk dat het in die zin de relatie zakelijk ook wel weer sterker heeft gemaakt. Want we staan er nog steeds met z'n tweeën.
Maar dat is, ja, dat is ook wel het zware van ondernemen. Je moet er ook wel altijd staan. Hè? Dus als er privé dingen gebeuren, en die maakt ieder mens wel eens mee, met familie of ziekte of noem maar op, dan gaat dat... De show must go on. Die sneltrein die gaat gewoon maar door. En zeker in jullie geval is het elke dag project. Ja, er loopt altijd van alles. Ja. Maar is er twijfel geweest om de zakelijke relatie ook te stoppen? Nou, ik denk dat ieder foundersduo dat wel eens naar elkaar roept. Zou raar zijn als dat denk ik niet gebeurt. Mm-hmm. Want wij hebben ook echt hele pittige discussies, hebben we altijd al gehad. En dan wordt er wel eens geroepen van, ga het maar met iemand anders doen. Maar uiteindelijk kom je dan toch weer met elkaar. En ik denk dat dat ook wel... Xander en ik hebben altijd, als het echt moet, zijn wij het wel met elkaar eens. Knap hoor. Hey, en wat zijn de belangrijke lessen als je naar zo'n beginperiode... even los van het feit dat jullie wel een heel typisch bedrijf zijn natuurlijk. Echt zo'n platformbedrijf. Ja. Maar trek het eens in brede zin en je gaat met z'n tweeën starten. Wat zijn dan belangrijke dingen die je in zo'n beginfase moet doen? Ja, nou dat is echt... Als Xander en ik alles niet meteen hadden vastgelegd... dan hadden wij er inderdaad denk ik niet meer gezeten. Want we hadden... Nou, dat wil ik trouwens niet zo zeggen... maar we hadden wel hele duidelijke afspraken gemaakt. Meteen alles zwart op wit... Dit is van jou, dit is van mij, alles samen. Hè? Maar heel, heel duidelijk op papier. We zijn meteen op een... we hebben ook heel, heel duidelijk allebei zelf... Xander heeft zijn baan opgezegd, ik heb mijn baan opgezegd. Dus je zit allebei in het vanuit hetzelfde schuitje erin... met allebei dezelfde focus. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Want je ziet vaak gelijkwaardig ook. Gelijkwaardig, want je ziet vaak dat ondernemersduo... de een blijft dan nog met één been in een baan hangen... want die durft nog niet eenmaal over te stappen. Ja. Ik denk dat de een het ook altijd spannender vindt dan de ander. De een heeft de salaris van een ton per jaar wat hij moet inleveren... en de ander verdient 40.000 euro per jaar. Nou, als je zo begint, nou, dan ga je het ook heel moeilijk krijgen... want het is... hard werken, weinig verdienen in het begin, mm-hmm. over het algemeen. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal wel elementen waar je goed naar moet kijken. En ik denk ook wel dat ondernemers erg populair tegenwoordig... maar ik denk ook wel dat je mensen er toch heel goed over na moeten denken... wil ik dit echt? Want weet je wat er allemaal bij komt kijken? En het is niet allemaal rozengeur en wodka lime natuurlijk. Nee, wat zijn rozengeur en wodka lime? Wat zijn de nadelen van ondernemen? Ik vind het, er zitten ontzettend veel voordelen aan. Maar ik vind het, het is gewoon zwaar. Het is gewoon topsport. En je moet altijd daarin aanstaan. En op een gegeven moment bouw je natuurlijk een team om jezelf heen. Die eigenlijk de operatie draaiende kan houden. Maar je hebt wel altijd een druk op je schouders. Van het moet altijd beter. Er moet altijd groeien. Het moet altijd meer. Je wil altijd sneller. En dat is denk ik zo'n topsportdruk die een topsporter misschien ook voelt. En die moet je wel kunnen dragen. We hebben nu de plannen om naar eerste stap naar buitenland te zetten. Die liggen nu weer op tafel om binnen 12 maanden die eerste stap te zetten. Maar die lagen eigenlijk een jaar, anderhalf jaar geleden ook op tafel. En die moet je dan wel heel even in de koelkast durven te zetten. En je gaat focussen op andere dingen. Dus oppas van de zaak, ons B2B-onderdeel. Wat gewoon heel succesvol... Dankzij corona. Dankzij corona. Want daar waren we al mee bezig. Hè? Ja. We zaten al bij alle HR-managers en noem maar op. Ja. Om te praten over... ga eens wat voor je werknemers doen. Wat denk jij wat jonge gezinnen ervaren? Wat betreft oppasstress? Of moet je daar als werkgever niet over meedenken? Maar ook thema's als work-life balance, vrouwen aan de top, noem maar op. Ja. Was toen wel oornaar, maar geen noodzaak. Nee. En corona heeft dat echt bovenaan de agenda gezet. En daardoor voor ons ook een hele nieuwe businesslijn kunnen opzetten. Met als gevolg dat er hele grote partijen zijn... die dat nu waarschijnlijk 5 dagen per jaar gaan aanbieden... in secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat is natuurlijk een megazet. Wij hebben nu iets meer dan 100.000 gebruikers. We zitten in 57 plaatsen in Nederland. En, gebruikers zijn ouders? Ouders en angels. Ja. En wij zijn nu aan het herstellen van de COVID-periode. Wat goed gaat, gelukkig. Dus we zitten weer een beetje op het oude niveau. Heel druk bezig om eigenlijk onze groeiplannen concreet te gaan maken. Dus daar horen ook investeringen bij. Korte termijn is dat Nederland versneld uitrollen. Want er zijn natuurlijk nog veel plekken waar we niet zitten. Ja. Maar denk ook aan de B2B-case. Ja. En echt toewerken naar die stap naar het buitenland. Want daar is nu de tent echt klaar voor. En die ambitie willen we graag gaan waarmaken. Praat je over omzetcijfers? Nee. Nee. Waarom niet? Nou, ik denk zeker op dit moment ook niet. We gaan een fundingronde in. We zitten denk ik in een situatie waarin dat niet meer hoeft. Hoeveel geld moet je hebben?
wij willen minimaal 1,5 miljoen ophalen voor de Case Nederland. Ja. En als we het buitenlandpraatje hebben, dan is dat wel 5 miljoen of meer. En dan, want dan gaan we wel wat grootser aanpakken. Wat voor land staat de rol? Ja, we hebben veel landen zijn interessant voor ons. Maar ik denk wat het meest gunstige stap zou zijn, zou bijvoorbeeld een land als Duitsland zijn. Vanwege zijn grootte. Grootte, maar ook factoren sociaal, democratisch, juridisch, fiscaal. En daar laten we inderdaad allerlei datasets en analyses op los. Maar het is ook een kwestie van daar gaan zitten en aanvoelen hoe het werkt. Want het wordt toch echt, wij spreken dan van een city by city rollout. Dus je gaat echt naar een stad toe en je gaat uitrollen. Dat is iets minder zo'n landenstrategie. Dus echt per stad. Je bent meer van dat soort bedrijven. En het kan ook zijn dat we misschien wel een stad in Duitsland pakken en een stad in België om te kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Nog even een paar vragen tot slot. Die angels, zijn dat meer meiden dan jongens of is het niet meer zo klassiek tegenwoordig? Nou, dat hoeft niet per se, maar het is nog wel meer een trek voor meiden, vrouwen. Vrouwen. Maar je ziet ook wel jongens, met name 5e, 6e klas, middelbare school, die dan op vrijdagmiddag gaan voetballen met de jongens. Ja. Of met de meiden. En waarom doen ze het via jullie en niet zelf? Nou, ik denk dat je als oppas angel is het heel fijn om een fijn en betrouwbaar netwerk te hebben van families die je via Charlie Cares kunt vinden. Mm-hmm. En wij nemen daarin ook alles uit handen. Dus dat betekent dat ze de betaling niet hoeven te regelen. Het wordt allemaal geautomatiseerd. Ze kunnen ook nee zeggen. En dat is altijd net wat makkelijker dat je dat via ons doet door een boeking af te wijzen. Mm-hmm. Dan elke keer moeder moeten teleurstellen. Ja. Op basis van hun agenda worden ze wel niet geboekt. Dus als zij zeggen van joh, ik heb gewoon de komende 4 weken tentamen. Ik wil gewoon niet, punt. Geen probleem, want dan heeft een ouder zijn eigen angel pool van zeg 2 tot soms wel 6 angels die daar dan als achterban kunnen oppassen. Ik denk dat dat het voordeel is. Ze verdienen wel iets minder, kan me voorstellen. Tenminste. Nee. Oh, niet eens. Nee, ze mogen een eigen uurtarief bepalen. Oh. En ook dat is prettig, hè? Want het uurtarief staat vast in hun profiel. Dus ze voelen niet die autoriteit van een ouder die zegt van nou, bij ons krijg je. Ja, het wordt wel transparant wat dat betreft. Ja. Stel nou dat je opnieuw gaat beginnen met Xander. En je gaat een compleet nieuw bedrijf nu opbouwen, draai even de klok terug en je gaat weer helemaal opnieuw beginnen. Zou je dingen anders doen? Ja, tuurlijk doe je dingen anders. En ik denk dat je ook wel ontwikkelt. Maar ik kan niet zeggen precies wat zou ik nu anders doen. Laat ik het anders vragen. Zijn er dingen waarvan jij denkt, dat hebben we niet goed gedaan? Als ik nou terugdenk, dat zijn echt wel fouten geweest. Waar we van kunnen leren. Ja, je hebt heel veel fout gedaan. Maar we hebben zoveel fout gedaan dat ik het niet eens kan opnoemen. Want je bent zo, je doet maar wat als ondernemer. Dus je bent continu fout aan het maken. Dat is ondernemen misschien Dat wel. Is ondernemen, ja. En we hebben, ja, ik denk dat, maar we hebben. Daar leer je ook van. Hè? Dus, en je gaat ook door fases, bepaalde fases met een bedrijf, die soms ook wat lastiger zijn of minder leuk. Of dat je bepaalde dingen laat liggen. Of dat je misschien dat je zo snel aan het groeien bent en druk bezig bent met investeringen, dat je bijvoorbeeld te weinig aandacht geeft aan je werknemers. En dat die op een gegeven moment ook zeggen, hey, hallo. We zijn er ook nog. Even koppen bij elkaar. Weet je, dat zijn allemaal dingen die je leert. En waar je ook van moet leren. Want anders word je daar ook niet, kom je er ook niet beter uit. Nee. Mag ik jou en Xander, hij was er toch een beetje bij. Een onzichtbare partner. En, wens een beterschap en ik wens jullie heel veel succes de komende jaren. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En dankjewel voor het luisteren naar de podcast. En heb je zitten kijken, dankjewel voor het kijken. En ben je nou getriggerd en je hebt zoiets van, nou, ik wil hier meer over weten. Of ik wil misschien wel meerdere gouden duo's zien. Ga dan naar centraalbeheer.nl/ondernemer. Daar vind je veel meer informatie, inspiratie en ook veel meer podcasts en video's zoals deze. Voor nu, dankjewel voor het kijken en luisteren. En tot een volgend duo. Dag!